Er zijn heel veel mensen die last hebben van lage ijzerwaarden. En er is een hele belangrijke reden waarom wellicht jij ook last hebt van een tekort. Ijzer zit opgeslagen in voeding en het heeft een zuur nodig om vrijgelaten te worden. En de meeste mensen met lager ijzergehalte in het lichaam hebben vaak last van hevige bloedingen tijdens hun menstruatie, en dat hun maagzappen. Te weinig zoutzuur bevat. En laten net dat zoutzuur zijn wat nodig is om de ijzer uit de voeding te halen. En dan komt de vraag omhoog: hoe kan het zijn dat iemand weinig zoutzuur in zijn of haar maagzap heeft? Reden nummer 1: mensen eten om de paar uur. Dus ze eten constant, waardoor de verteringsenzymen uitgeput raken. Reden nummer twee: mensen drinken constant met hun eten. Dat verdunt eigenlijk je maagzappen. En met die minder goede vertering wordt er natuurlijk ook minder goed ijzer opgenomen. Andere reden voor het verzwakken van je maagzappen zijn stressniveaus die je hebt en wanneer je overeet, want dat zorgt ervoor dat je maagzappen het gewoon niet meer aankan, waardoor de kwaliteit de zuur minder wordt. Wat is dan de oplossing? Zorg ervoor dat je niet drinkt tijdens je maaltijden. Zorg ervoor dat je niet overeet. En zorg ervoor dat je stressonderwerpen aan de tafel niet bespreekt.